Goedemiddag. Zoals gezegd en beloofd, we gaan het vandaag hebben over licht. Licht is voor ons als fotografen buitengewoon belangrijk. Fotograferen is schrijven met licht. En dat doen we. We schrijven als het ware een brief met licht. In de jaren 70 hadden we een kunstjournalist en die gaf een programma op de tv en dat heette Kunstgrepen. Daarmee wilde die, volgens zijn zeggen, de kunst dichter bij het, wat hij noemde, het gewone publiek brengen. Hij omschreef een schilderij van Karel Appel, Ruiter te paard, als een brief geschreven door een jong kind die overstelpt was door zijn emoties en naar zijn ouders schreef van wat ik nu toch weer heb meegemaakt. Dit houden we erin. Wij gaan met onze camera en met het licht wat ons toegemeten wordt, gaan wij brieven schrijven. We schrijven brieven over wat we zien. We gaan schrijven brieven over wat we erbij voelen. Dat is heel spannend. Maar eerst moeten we het hebben over licht. Want er zijn verschillende soorten licht. We hebben frontlicht, we hebben strijklicht en we hebben tegenlicht. En alle schakeringen daartussenin. Frontlicht, dat is als het licht van achter de fotograaf vandaan komt. Dus het licht valt dan rechtstreeks op het onderwerp, recht erop. Dat is frontlicht. Je begrijpt, je kan je voorstellen dat als dat op je onderwerp valt, dat dat tamelijk veilig is om te fotograferen, maar de nuances raken weg, er zitten weinig schaduwen in. Als je portretten fotografeert, knijpen ze met de ogen. Dat is niet altijd even de beste manier om foto's te maken. Strijklicht, mijn vriend Frans, die maakte deze foto in Namibië. Kijk, dan zie je dat die heuvels als het ware aangescherpt worden. Dat is prachtig. En dat kan je op verschillende manieren toepassen. Kijk, hier kan je het nog een keer zien. En vervolgens hebben we dan het tegenlicht. En bij het tegenlicht hebben we het probleem dat de rug van je onderwerp, als we over een rug kunnen spreken, maar laten we zeggen de achterkant van je onderwerp, daar staat de zon op. De voorkant zit in de schaduw. Soms krijg je dan hele silhouetachtige toestanden en dat wil je natuurlijk niet. Moet je proberen om dat op te lichten. Ik laat eerst even een foto zien die er zo gemaakt is. Een prachtige foto met tegenlicht. Kijk, dat is deze foto. Deze foto laat zien hoe twee kinderen zitten. Het licht komt van de andere kant. Je bent speciaal aan die kant gaan zitten en je krijgt een prachtig zacht licht. Een mooie vage achtergrond. De achtergrond is verder niet zo belangrijk, niet anders dan dat die er is en op de manier waarop die er is. Met deze manier van fotograferen met tegenlicht creëer je emotievolle foto's. Dat je silhouetachtige toestanden tegenkomt op de voorgrond, dat kan. Dat is ook helemaal geen probleem. Op de meeste camera's zit een knopje belichtingscompensatie. En met dat knopje ga je spelen. En als je daarmee speelt, dan zie je hoe mooi dat kan zijn. Ik laat nog een paar foto's zien waarbij ik wat commentaar geef, waarbij je ook tegenlicht tegenkomt. Kijk, deze foto die is eerst gemaakt met de zon in mijn rug. Prachtige baai, prachtige zee, ziet er schitterend uit. Maar deze foto heb ik me omgedraaid. Ik stond op een soort landtonnetje. En je ziet, toen ben ik tegen de zon in gaan fotograferen. En je ziet meteen dat de diepte in de foto's komt. Dat het water gaat meespreken. Dat de zeilbootjes zich manifesteren. Er zitten geheimzinnige schaduwen in. Nou, op deze manier moet je dus omgaan met licht. Het is heel spannend. Ik wens jullie heel veel succes. En ik hoop dat het allemaal gaat lukken. Veel plezier. En doe mij ook een plezier. Stuur je foto's op. Dan bespreek ik ze voor je.